En wat maak je van de nieuwe dynamische leider van D66? Ja, ze noemen hem robot. Ja, dat had ik niet durven zeggen en durven denken natuurlijk. Maar in dat debatje wat we net zagen, dat ging over het referendum. Dat is denk ik al een half jaar geleden. Ja, heb ik hem 30 keer dezelfde vragen gesteld. En er kwam steeds hetzelfde cassettebandje uit. Ja, hij is echt voorgeprogrammeerd, zeg je. Ja, je praat tegen hem en hij antwoordt met geluid, maar er bestaat geen relatie tussen de vraag en het antwoord. Dus ik heb de hele tijd staan roepen van ja, waarom moet het referendum worden afgeschaft? En dan gaat hij een paar alinea's opdruinen uit het partijprogramma van D66. Het was een volslagen overbodige dag. Het was heerlijk mooi weer. Wij staan in zo'n raar gebouw. En waarom doen we dat? Hij heeft geen enkele zin. Nee, doe dat gewoon via de app of zo. Jij vindt gewoon dat die debatten via de app kunnen? Nou, de meeste debatten wel. Kijk, als iemand je niet antwoordt, maar gewoon steeds alinea's uit zijn partijprogramma voorleest. WTF. What the fuck? Nou, dat zeg jij. Hou je dat toch vol daar? Nee. Ben je het zat? Nee, ik vind het eigenlijk... Het wordt eigenlijk steeds leuker. Ja. Weet je, ik heb een leuke portefeuille. Binnenlandse zaken, media, cultuur. Ik kan mijn ei kwijt deze week. Zwarte Piet, referendum is een leuk onderwerp. Er gebeurt heel veel. Je zit midden in het nieuws. Je kan er een beetje invloed op hebben. Je kan soms een minister even het leven zuur maken. Nou, dan ga je weer naar huis. En je krijgt er nog voor betaald ook. Niet veel. Maar. Wat een goede omschrijving van je dag. Ja, dat is wat we doen. En waar zit de uitdaging dan nog in? Gewoon dit herhalen? Nou, de uitdaging is om, als er weer een nieuw onderwerp is, om daar gewoon eens even in te duiken en te denken van hé, dat is leuk. Daar heeft nog niemand aan gedacht. En kijk, als PVV staan wij over het algemeen buiten de consensus. Iedereen is voor ontwikkelingshulp, behalve wij. Iedereen is voor de staatsomroep, behalve wij. Als het over kunstsubsidies gaat, zit iedereen met zijn duim omhoog en ik zeg hup afschaffen. Ja. Dus we staan buiten de consensus. Dus ja, je hebt een hele mooie plaats in de publieke discussie natuurlijk. Ja.